Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Punch-Out Battles: The Judgment. Mijn naam is Demo. Ik ben dus met de gastjuryleden Tim Beumers, excellent. Vaste gast, Kimo. De echte gastjurylid, man is Dave. De battle waar we het nu over gaan hebben is Noozy tegen JerraNK. Ik hoorde al wat, weet je? Geroezemoes. Wat geroezemoes hier zo. Excellent. Wat vond jij van deze battle? Nee, graag. Noozy. Fire. Ja? Ja man, één woord, fire. Dat is top 3 beste Noozy die ik heb gezien in dit seizoen. We zijn top 3 performers, man. Er was al een tijdje, zeg maar, een soort van, ik wil niet zeggen bas om Noozy heen, maar er was heel veel gepraat van, nou, hij heeft een paar battles gechoked, weet je, maar had Noozy niet gechoked, dan had hij misschien die, dat hoorde je heel vaak, van als Noozy niet had gechoked, zou hij die battle misschien hebben. En dit keer heeft hij niet gechoked. Ja, hij heeft vaker wel niet gechoked, man. Het is gewoon weer zo'n dag dat je gewoon Noozy zag zonder chokes en dan is het gewoon fire, man. Ja. Ja, Jerra heeft zijn best gedaan, heeft zijn ding gedaan sowieso, maar dit was gewoon een body, man. Dit was gewoon een 3-0 body bag, dit, man, zeg eerlijk. Okay. Dicht geritst, alles gewoon, ja man. 3-0 body bag, dicht geritst. Opgemaakt, opgebaard, alles gewoon. Ik denk wel dat ik kan zeggen de kenner van body bags, zeg maar. Kun je dit ook? Ja, maar we zijn onverslagen, onverslagen. Nee, ja, ik vond, ik zit bij iedereen lijns te noteren en ik heb bij Noozy eigenlijk gewoon tussen haakjes bij elke ronde alles. Dus ik vond hem, je vond gewoon zijn hele... Alles. Als die gast gewoon stond, zijn hele body lachen, dat bekje van hem en het zag er gewoon constant funny uit. Ja. En de hele tijd kwam die ook gewoon vet, ik weet niet meer wat hij allemaal gezegd heeft. Alles. Heel veel. Die shit over die gezichtscan. Wat ik heel mooi vond hier, die JerraNK stond daar en Noozy zegt, je lijkt op die chick. En die vriendin stond achter hem, dus iedereen die ging ook zo. Ja, die... Oh shit! Die leken gewoon echt... Ja, maar ze leek gewoon echt volgens jou gewoon. Ja, volgens iedereen denk ik. Ja, dat was een susje. En daar bleef hij zo... Dat moment pakte hij het publiek en heeft hij het niet meer losgelaten. Nooit meer kwijt. Gewoon echt niet meer. Dus dat vond ik heel vet. En bij JerraNK kwam... Ja, buiten dat Noozy gewoon super hard kwam. JerraNK vond ik niks. Vond ik echt, niks kwam aan, het publiek zat hem niet mee. Dat kan misschien komen omdat mensen dan denken van, hé, Noozy, vette shit en dat gebeurt, maar ja, ik vond gewoon niks vet. Ik heb hier alleen poeplijn. En daar moest ik denken, hij heeft iets met poep gezegd waar ik even zo... En dat shit. Misschien vond je gewoon een poeplijn. Nee. Champ, ik heb iets aan poeplijn, waarschijnlijk heeft hij iets met poep gezegd. Ja. Dat is je over deze opmerking. Hij Say Hello had hij in de derde ronde, iets met Say Hello en dat vond ik echt... Say Hello to my little friend. Ja, dat, oh shit man, dat vond ik zo kut. Ja, dat deed gewoon pijn. Dat deed gewoon echt pijn. Maar er zijn eigenlijk geen ene bar van Jerra is jou echt pijn gebleven, of heeft indruk op jou gemaakt of zo. Wat miste er in die lines volgens jou? In die overtuiging. Dat is eigenlijk van hemzelf, dat hij het zelf gelooft. Hij stond het gewoon een beetje voor te lezen en that's it. En Noozy walst daar een keihard overheen. Dus dit was echt een... Super groot verschil. Ja, als tweede ronde met. No Vaseline. Oké, jij loopt hier al mee te lachen, zeg maar. Dus je bent het wel met hem eens ofzo? Of? Ik ben het gewoon eens met de champ. Ja, ik heb bij JerraNK staan, of mis bars. Oké. Want ik mis de bars. En dat, dat heb ik daar staan. Dus die wisten. Heb je meer geschreven of mis je verder rest aan bars? Kijk, wat mijn techniek is dat ik zeg maar, ik maak een lijntje eronder wanneer de volgende ronde begint. En omdat ik niet weer mis bars was schrijven, heb ik twee van die aanhalingstekens. Oké, idem. Idem dit ook. En dat 2 keer. Oké, maar je miste in elke ronde je bars. Nou ja, kijk, er zit inderdaad wel wat bars, maar ja, het komt gewoon niet echt aan. En, maar hoe komt dat? Hoe komt het dat zijn bars... Het is volgens mij in de vorige battle kwamen zijn bars wel echt een soort van aan ofzo, toch? Dus dan wat is er, what went wrong? Nou ja, kijk, Noozy zet ook gewoon, wat excellent terecht zegt, een van zijn beste performances neer die hij heeft gedaan, weet je wel. Ja, als je tegen die jongen gaat battelen, dan weet je dat hij die ingrediënten heeft. En dat hij ook wel eens het gerecht verpest. Ja. En als je dan ziet van tering, hij is een goede Bami aan het draaien. Ja, dan denk je wel. That makes you proud. Ja, ja, nee, maar als tegenstander denk je, fuck, hij heeft een goede dag vandaag. Dat is een volk. Ja. Dat is een kut. Ja, hij bleef ook op dezelfde plek staan de hele tijd. Ja. Gewoon constant één spot vastgeplakt aan de vloer. Zeg maar terwijl die aan het bed was. De hele tijd. Voor zijn vriendin, zeg maar. Ja, precies. Oké, dus je had wat meer beweging. Ja, precies. Oké. En Noozy, ja, voor hem heb ik heel veel quotables opgeschreven. Ik ga er een aantal opnoemen, ik laat er een aantal voor Tim over. Maar hij zei in het begin, je maakt spelfouten omdat Mitch voor je schrijft. En zo Mitch natuurlijk, die vond je speelt het spel fout. Huh? Je speelt het spel fout omdat Mitch voor je schrijft. Dus dat is nog een dubbele laag. Ja. Daarom maak je in dit spel fouten. Ja. Aha. Dus als je ze dan voor me laat, zegt die verder in ieder geval goed. Ja. God. Ja, gewoon voor de rest, ja, die shit. Ik had vorige keer dat ik keek van dat vriendinnetje van je, dat zou ook je zusje kunnen zijn. En daar heeft, maar jij had dat ook gewoon van, ja man, gelijk het potveel op elkaar. Het lijkt net op een soort van zusje, dat is een soort broer-zus vibe, een beetje apart. Heel fout. En apart. En Lucy die ging daar heel lekker op in. Dan zei ik van, dan ga jij naar de horror, dan kan je haar niet eens meevragen. Dus besluit je maar om een horror van de leven te maken. Ja, en dat hij zwanger had gemaakt. Dat hij zwanger had gemaakt in een abortus. En je hart is ijskoud. Net als je kind. Dat was je dode kind. Ja, je kind hebben beide de livery van een dode. Ja, die vond ik wel het ergste. Dat is eigenlijk wel lachen. Jij en je vriendin hebben allebei de livery van een dode. Ja, ik wil wel zeggen, ik moet wel consistent zijn. Dus ik sta volledig in voor het recht om abortus te plegen. He? Oh, je bent pro-choice. Fuck de ChristenUnie. Je bent pro-choice. Ik heb heel hard hier onderstreept geschreven van Noozy heeft zijn huiswerk gedaan. Dat was een zeer smakelijke Barbie. Of nasi rames. We hebben ervan genoten. Slamat makken. Timokassi. Tim, vind jij de Bami van Noozy ook lekker vandaag? Tim houdt van Bami. Het is sowieso voor jou, kijk, het is voor jou sowieso een spijk. Ze komen allebei uit Spijk, jij komt uit Spijk. En jij bent sowieso de grondlegger van battle rap in Spijk. En weet je, zegt het. Je bent nu 40 plus, weet je, als tweede champ aan deze tafel. Ja, je weet je, als de minst belangrijke champ. Ja, sowieso, als ik Noozy hoor beginnen over, we zaten allebei op de ring van Putten, weet je toch? Daar zat ik ook op school. Jij zat wat, ik zat bij zo'n ring van Putten, baas, ik niemand begrijp, maakt niet uit man. Nee toch, represent de ring gewoon man. Maar is het voor jou dan moeilijk om zo'n battle zeg maar met allebei twee mensen? Nee, natuurlijk niet man, zeker niet, omdat als je kijkt hoe... Kijk, Jerra, het is een aardige jongen, hij bedoelt het allemaal goed, maar als je dan zeg maar hem hoort roepen van ik wil uitspreken is, dan denk je ja, zeg dat gewoon niet man, dat is gewoon cool zo. Oh wauw. Ja, oefen gewoon eerst wat meer voordat je dat openlijk gaat roepen de hele tijd. Ja, en de reputatie hoog te houden. En dat is hoe Noozy het afsluit. Hij heeft die reputatie gemaakt, dus hij weet het. Kan tot het einde, dat hij zei van luister, ik ga de naam redden, ik kan er vanaf, ik heb bovengrond bijna een deuk in die plank geslagen. Ja, kijk wat als speaker die komt man, los Rebels, VSOP, QC's. Nee, maar buiten dat om, Noozy heeft gewoon echt een super... Het leek wel of het een soort van was dat hij hier kwam en dacht van nou, weet je toch, er is geen pressure. Ja, toch, hij was eindelijk in de zone. Ja, toch, laat me gewoon even gewoon instappen, gewoon poep maar Ric Flair aan. Ja, hij was in de zone. Ja, gewoon. In de zone. En gewoon dat bevestigde die door degelijke shit te gooien. De delivery was degelijk, pauzes op de juiste momenten, doorpakken op de juiste momenten, eindigen met een statement. Weet je, tussendoor gewoon concreet de juiste bars te spitten. Uitstapjes naar de ponypackjesavond, precies wat jij zegt, over die chick van je besloot om een horror ervan te maken. Hij schetst daar gewoon een beeld van, luister, je hebt je meisje, ze staan daar, kijk ook heel aan, jij was zwanger, abortus, en je bent zelfs nu nog 15 en ik dacht van, maar even aan de record, zij is nog steeds nu 15. Is ze nu 15? Ja, 100, man. Kijk, we zien Punch-Out is voor iedereen, ook onder de 16 ben je welkom in het publiek. Maar you might get pregnant. Then. Ja, dat. En hij begon, als ik het zeg maar vergelijk, jouw tactiek in battles was altijd zeg maar, je hebt één ronde van de geintjes en het onderuitschoppen van het karakter dan eentje waarbij je zeg maar, de volgende versnelling en de laatste gewoon je complete persoonlijkheid afmaken. Je had het vooral in je finale, richting de finale had je altijd een bepaalde structuur van eerst openbreken, aandouwen, afmaken. En bij Noozy had ik vandaag echt het gevoel dat hij dat ook daar begon. En toch, hij zette het publiek naar zijn hand in de eerste ronde, in de tweede doorpakken op het wijf, in de derde door gas geven, statement aan het einde, klaar, fuck out here. Ja, toch? Hij deed gewoon precies zo moet je battelen. Gewoon karakter afmaken, er overheen gaan met een paar tyfusopmerkingen, statement. Ja, oké, bye boys, later. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, zeg maar, de cijfers. Hadden jullie... Goeie, maar ik wou eerst daarvoor iets anders vragen. Hadden jullie zeg maar een goed beeld op de vriendin van Jera en hoe reageerde zij op de bars? Het zieke was zeg maar, ze was heel tijd, aan het begin was aan het lachen. En op een gegeven moment toen ging ze in een soort van achter de hand, zeg maar, weet toch, de eerste opmerkingen waren een soort van grappig, maar op een gegeven moment het werd steeds heftiger en heftiger. Het werd steeds maar, op een gegeven moment zag haar van oké, weet je, en mensen, besef je bent 15, je staat in een publiek, iedereen daaromheen is kankerhard aan het lachen over hoe jij een baby uit je buik hebt laten zuigen. Het is gewoon heftig toch? En IJsland is het voorbij, Noozy gaat gewoon naartoe. Hé, je weet toch, sorry, het spijt me, je weet toch, niks ten nadele van jou. Hij stond lang niet. Het is wel mooi dat hij dat doet. Natuurlijk is het mooi, maar gewoon de sickness van, goh, hé. Het is een dirty game, ja. Wat is better dirty game, man. Wat zijn de dirty numbers, Kimo? Ik heb vandaag ben ik in een goede bui. Je bent in een 9,5 voor Jerra. Je hebt een mooie symmetrische 5,5 gegeven, weet je. 5,5 voor Jerra en K. Dat vind ik schappelijk. Ja, Noozy was on fire, man. Ik ben trots op de jongen. Hij heeft gedeliverd. Was goed, de Bami-bezorging was nice. Mooie tijd, lekker warm. Kimo 8,5. Cijfernatie met een 8,5. Tuurlijk, man. De nationale feestdag worden dit, man. Onthoud deze datum, mensen. Oké, duidelijk. Wednesday, jouw cijfers voor de battle van Noozy tegen JerraNK. Ja, ik had hier bij Noozy nog helemaal niks opgeschreven, maar... Je kan niet achterblijven, nou. Nee, ik vind hem ook wel een 8,5 waard. Zeker weten. 8,5 voor Noozy. En ik vind JerraNK een 4. Een 4? Ja, man. Oh! Als je die hele tijd je ding doet en je hebt nergens iets waarvan ik denk, hey, zoals gedaan, ja. Maar vind je dat hij moet oefenen en beter terug moet komen of dat hij gewoon moet stoppen? Hoeveelste battle is dit? Zevende, man. Nee, dit is de tweede of derde. De tweede, nou dan moet hij gewoon lekker bij gaan spijkeren. Hij heeft volgens mij auditie gedaan en hij gaat spijkeren. Tweede of derde, ik weet niet meer. Tweede of derde inderdaad. Nee, ja oké, dan misschien even deze kritiekpunten opnemen en... 10 keer zo hard terugkomen. Okay. Of het is gewoon je ding niet. Oké. Dat is eigenlijk. Ja, was de vorige battle gewoon was het van toch of zo. Ja, excellent, jouw cijfers. JerraNK 5,5. Oké. En Noozy heeft gekookt 3 rondes lang, man. Een 9 dingen. 9 voor. Kom maar, laat me niet hangen. Ja, man. Hij heeft constant zitten koken, deze man. 3 rondes lang, bijna om de 4 bars krautreactie. Daar waren het koken, broer. Ja, dat was een salto daar. Ik heb dat hele ding gemist van koken en Bami. In aanloop naar deze hele shit, door de try-out rondes heen, waren heel veel boys met potentie die het niet waar konden maken. Dus zei ik altijd, je hebt de ingrediënten, maar nu moet je nog leren koken met die ingrediënten. Kort samengevat. En hij zei het zo vaak dat het gewoon een vast Punch-Out lijn werd. Dat is zeg maar gebeurd nadat jij gestopt bent, is Punch-Out doorgegaan. Ik weet het. Tim, jouw cijfers. Je hebt de potentie, weet je toch? Jerra had ik een 5,0 en dat is wel echt kut. Je hebt gewoon een hoger cijfer voor mij als Noozy. Terwijl ik al het spijt, maar ik ga het niet aanpassen. Ja, dat is Noozy had ik een 8,8. Laat me eerlijk zijn, ik is echt niet aanpassen. Ik had het al wel aangepast, maar naar een 8,8. Ik gun het Noozy, man. Die man heeft een hele... Gunning heeft er niks mee te maken. Hij heeft een hele chokperiode gehad, snap je? Nee, maar zet hem de volgende keer wel tegen iemand die ook gewoon dit niveau is. Ja. Dat wil ik dan zien. Wie, Noozy? Ja. Maar Noozy komt net uit de 8e finale zo, man. Ja. Hij heeft gestaan tegen Eerste Keus. De Beter Bobette verloren tegen hem. Verloren? Ja, maar echt Keus. Met... De Beter Bol gewoon, hè. Ja. Tegen Eerste Keus. Oké. Op 8e of 4e. Het was juist lekker om nu in een soort van swag emotie. Ja, verloren jongen, je maakt dit maar af. Ja, maak dit gewoon. Kill this one! Oké! Dit is een ladybug. Bam. Ga even aan de cijfers staan. JerraNK, die moet nog even wat koken met de ingrediënten, is geëindigd met een 5. Ja, Noozy iets hoger met een 8,7 gemiddeld. Natuurlijk zijn deze juryleden hier niet de enige mensen die hebben kunnen beslissen wie er heeft gewonnen. Ik hoop dat er geen fake accounts hebben gestemd. PunchOutBattles.nl, dan zien we die uiteindelijk heeft gewonnen. Bedankt voor het kijken. Ik zie je de volgende keer. Volg ons Punch-Out Battles en natuurlijk Zware Jongens op YouTube. Tot de volgende keer. Mijn naam is Demo. Skidababa!